Een hele goede morgen. Ik ben Sarah en ik ga vandaag vloggen voor Glamour. Zoals jullie zien ben ik echt net wakker. Het is gelukkig een hele mooie dag vandaag. En ik moet een beetje opschieten, want vanochtend ga ik trainen met Melissa. En Melissa is mijn personal trainer. Tevens rots in de branding, want zonder haar was ik echt een zoutzak geworden. En allemaal in deze quarantainetijd. Dus let's go. En dit is mijn lieve vriend. Goedemorgen. Die zijn tanden even gaat poetsen. Heel goed. Dit is onze badkamer. En het leuke hiervan is, als je in bad zit, dus hier, dan kijk je dus uit op de Westerkerk. Nou, beter kan niet. Nou, ik ben buiten en ik wil je even mijn scooter laten zien. Want dit is dus een elektrische scooter van Unu. En ik ben er echt zo blij mee. Maar daardoor scheur ik echt door de stad en het is ook nog geruisloos. Let's go! Nou, we zijn halverwege de training. Ik stel Melissa even voor. Hi. Ik moet nog wat burpees doen en wat kettlebell swings en dan ben ik klaar. Ik ben echt helemaal gesloopt. Ik ben net klaar met trainen. Ik heb net een shake gedronken en ik ga even snel douchen. Maar ik wil jullie even laten zien, want ik stek dus mijn plantjes. En moet je zien hoe leuk dit eruit ziet. Kijk hoe gezellig dit eruit ziet. En ze zijn allemaal super happy. Ja, ik probeer ze ook heel veel liefde te geven. Nou, ik ben net klaar met trainen en ik heb lekker gedoucht. Iedereen vraagt me altijd, wat is jouw make-up routine? Dus die laat ik jullie nu even zien. Nou, we zitten inmiddels alweer op de scooter en het is zo ongelooflijk lekker weer dat we toch hebben besloten om heel even in dit park te gaan chillen. Nou, we liggen hier inmiddels nu een uurtje in dit park en het is echt heel lekker rustig, wat ik zelf heel prettig vind. We gaan een spel spelen, het heet Cup. Hier achter mij is het veld klaargemaakt. Ik kreeg 3 stokken in mijn hand. Ik heb geen idee. Ik heb het spel nog nooit gespeeld. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, we zijn halverwege het spel. Het staat... Ik sta met 1 puntje voor. Maar het scheelt niet veel. Ja, inmiddels zijn we weer thuis en ik heb iets heel erg leuks besteld voor vanavond, namelijk het thuismenu van restaurant Daalder. En Daalder is mijn aller lievelingsrestaurant, dus ik kan niet wachten. We krijgen een 5 gangen diner thuis die we nog zelf een beetje moeten afmaken. En de chef-kok Dennis die komt het elk moment brengen. Hey! Nou, super lekker. Dankjewel. Nou, we gaan er heel erg van genieten. Dankjewel voor het brengen. Dit is dus gewoon helemaal top. Alles zit erin. Ik zie hier al dat er een kaasplankje is geleverd. En oh jongens, dit gaat echt een feest worden. Nou, ik heb het tafeltje gedekt. Kijk, het heerlijke menu. Oh, ik heb hier echt zoveel zin in. Het is echt gewoon een sterrenrestaurant hier thuis. Ben je er klaar voor? Yes. Go. Oh. Oh. Cheers. Cheers. Dit is het eerste gerechtje. Oh, het ziet er echt zo lekker uit. Kai heeft er een eigen creatie van gemaakt. Ja. Het is echt zo precisiewerk. Ik weet niet of ik helemaal geschikt ben voor in de keuken. Maar het is heel erg leuk om te doen. En de dressing kan je eigenlijk uit het zakje zo eroverheen gieten. Nou, ik moet zeggen, ik ben toch best wel een beetje trots.
Het tweede gerechtje is bloemkool paprika vin d'auvin en cashew. En ik ga het nu proeven. Ik durf het bijna niet aan te raken, ziet er zo mooi uit. Nee, het is echt zo ongelooflijk lekker. Oh, ik kan het echt wel elke dag eten. We zijn inmiddels aan het volgende gerecht toegekomen. Groene asperges met moril en daslook. Het is echt helemaal leuk. Ik voel me helemaal een chefkok. Beetje Parmezaanse kaas. Met daslook eroverheen. Nou, wij zijn inmiddels klaar met eten. En het was echt ongelooflijk lekker. Ik raad het iedereen aan om zo'n thuismenu te halen van Daalder. We hebben nog kaasjes gekregen en we gaan een spelletje Carcassonne spelen. En heel leuk dat jullie gekeken hebben. En ik hoop jullie allemaal gauw te zien. Mwah.